We're going out. Dit is zo mooi. We zijn dus voor Dani's 30 verjaardag bij Havenleek. 30! Op naar de 40! Het eerste stuk van de bank is geleverd en ik kan al mijn gezicht zien, echt erkend. Kijk, hoe mooi die kleur. Nou, de familie gaat naar Parijs. Gaat regenen om 10 uur. Regen om 10 uur. We hebben maar een uurtje de tijd om foto's te maken. Hoe wij omkleden in Parijs? Nou, gewoon in de taxi. En mijn belly is popping. Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Het spijt ons oprecht dat het weer zo lang heeft geduurd. Maar goed, ja, het is een beetje chaotisch de laatste tijd. We moeten ook weer een beetje terugkomen in het vloglife. En alles is nu weer een beetje normaal. Ook weer voor Reiners met corona. Dus het is ook wel weer eventjes aanpoten. We met Reiners geweest. En plus modeshow. Verhuizing, modeshow, simpelsil. Zwanger. Een beetje moe dat je denkt... Vlogcamera is gone. Oplader ben ik heel momenteel even kwijt door de verhuizing. Dus ja, een beetje chaotisch. Waar zijn we weer? En we doen echt ons uiterste best. Dus hopelijk vinden jullie deze vlog leuk. Waarin dus heel goed te zien is wat we afgelopen tijd hebben gedaan. Zoals we zijn naar Parijs geweest. Ja, we laten ook Daan's verjaardag zien. Die is namelijk 30 jaar geworden. Een avondje uit bij de Harbour Club voor onze modeshow. Om te checken hoe het allemaal eruit zag. En is ons appartement klaar? Zo goed als. Yes. Wil je er ook bij zitten? Kom maar. Ja. Ik heb je haar goed doen. Hallo. Hallo. Oh, kijk zo. Ja. Tada! We're going out. We're going out. Ik zei net tegen papa dat het voor het eerst is dat wij met z'n drieën. Nou, jij dan. Maar met z'n drieën. Ja. Zes baby's hebben. Ja, hoe gek. Oh, jongens. Oh, even een momentje. Ja. Ik ben gewoon bij die primeur. Ja. Harley is erbij. Ik ben er gewoon bij. Yes. Oh, ik heb ook een leuke rode licht bij mij nu. Maar wij gaan dus naar Harbour Club Theater. Yes, naar de Hans Klok Vegas Show. Poef, we zijn weg. Net of we in Las Vegas zijn. We gaan gewoon even een privéetje naar Las Vegas. Oh, sorry. Ik wil eerder jou vragen. Nee. Ja, jij wordt sowieso in zo'n doos gestopt omdat je erin past. Ja, zo'n kist. En dan is Harley weg. Godverdomme. Oh, je zal me maar nooit meer. Of je benen gaan die kant op en je bovenlichaam die andere kant. Ik ben wel echt benieuwd. Nee, Harley zou echt heel goed erbij zou kunnen staan. Oh ja. Dat ja, wel. Sowieso wordt zij uitgekozen. Nee, ja, ik weet het zeker. Nee, misschien ja, als ik dat andere pak aan had gedaan. Ja, dan wel. Had je die ketchup niet aan nu? Nee, ja, ik had een ander pak eerst aan. Maar is dat die van de Sarah de Halloween collection? Ja. Ja? Ja. Ja. Oh, echt? Was alleen nog, die past ik ook niet. Nee, wij hebben namelijk die Galaxy en die andere hadden gekocht, maar dat zat niet. Maar hoezo? Oh. Wat paste er niet? Te lang. Dat was heel gek. Ja. Er zat geen pak voor. Nou, dit was de allerlaatste. Hing er nog. In een ML. Nou ja, dat zou ik natuurlijk nooit doen. Nee. Maar ik heb het wel gedaan. Dus het is een beetje aan de ruime kant. Maar ja. Maar nu gaan we gewoon degelijk. We zijn lekker allemaal met zwart, behalve Marie. Ja, maar dan valt ze lekker op, dat is fijn. In de crowd, dus jullie moeten kwijt zijn. You're pregnant. Yes. En jullie hebben allebei de bel zetten. Ja. Doe je boobies. Ik ben zo trots op de bel set. Het gaat ook echt. Het ook echt het leukste set. Ja. Het heet ook nog eens bel. Ja, bel. Echt. Hoe leuk. Bel bubble set. Bubble. Bubble set. Bubble. Tot zo! Doen we uitzetten? Ja hoor! Nou, we zijn met de girl gang. Alleen Robje mist nog, maar die was er al. Ik ben de enige in het crème. Ik hoop dat Rob bijna crème aan heeft. Nee, Rob heeft zwart aan. Oh, mijn geen Charlie Angels, maar Black Angels. Ja, we zitten hoor! De eerste meiden. Hoi Robje, we gaan even de show kijken. En we zitten lekker aan een hoekje bij de Harbour Theater om bij te spelen. Mega show! Was heel bij mij, want ik heb mij in Vegas gekregen. Was
zo bij Hans Klok, bij de Harbour Club Theater. Oh. En wij waren nog nooit eens naar het Harbour Club Theater geweest. Dus vandaar dat we naar de Hans Klok waren uitgenodigd naar de show. Het was echt geweldig gaaf om te zien. We zijn eigenlijk nog nooit naar een van zijn shows geweest. Nee. En zo konden we ook een beetje de belichting opties bekijken voor onze eigen modeshow. Wat we mooi vonden en wat we wilden gebruiken. Dus het was ook voor plezier natuurlijk, maar ook even werkgerelateerd voor de Rijnstek en zo. Wat jullie inmiddels ook al weten is dat onze show daar heeft plaatsgevonden bij Harbour Club Theater. Yes. En het was echt amazing, maar daarover meer in de volgende vlog. Het was ons eerste avondje uit als mama's. Hoe was dat? Ja, winnen. Hey. Gek. Heel gek. Ik denk dat je elke mama die wel herkenbaar, je mist wel je babytje, maar toch wil je er wel van genieten. Maar je bent er toch niet helemaal onderzoek bij. Je wilt toch ook alweer heel snel naar huis. Dat je toch wel. Maar het is ook wel even lekker. Het is ook wel even leuk. Ja. Echt fijn. Dus het was als eerst met de mama's going out. En ook met Romee de allereerste keer. Ja, voor Bel. Echt voor met z'n drieën. Het was onze allereerste keer weg met z'n drieën zonder de baby's. Maar we gaan het wel vaker doen. Ja, we gaan zeker. Je mist wel een beetje die gezelligheid. Maar we hebben het nog niet gedaan. Oké, ik heb even de reis vergeten te filmen. Maar we zijn dus voor Dani's 30e verjaardag bij Havenleek. It's a surprise for his 30th birthday with all the fam. Hoe gezellig. Papa, mama. Rocket! Almost jarig Jopje! Ja, almost. Almost, 30! 30, 30! Op naar de 40! Jij bent al 30 geworden vorig jaar. Sst, even mijn sisters. Hallo! Pregnant, pregnant Leiden! Bel moet altijd huilen als ze papa ziet. Oh, lieve Belly. Hier, goeie Belly. Lekker, lekker, lekker. Zijn gearriveerd in het huisje. Papa zit al lekker. De versiering heeft Havenleek dit keer ook geregeld. We gaan lekker eten. En Rokjes ook mee. Gaan we zwaaien? Hallo. Die? Ja, is camera. Die? Goed zo. Die? En we hebben weer heerlijk weertje. Het is altijd zo lekker. Hoe lekker is het hier? Kijk het water maar glinsteren. En ze hebben nu Neil een heater boven de tafel. Oh, wauw. Kan niet lekker. Nou, komt dus helemaal goed uit. En hier lagen wij net. Lang zal die leven. Hiep, hiep. Hoera! Dankjewel. Hoe mooi. Filmen, dat vind ik wel leuk. Van Docs heerlijk eten. Voor de lunch. Gewoon lekker bij je huisje bezorgd. Ja. Pokeball kip. Oh ja, lekker. Vitello tonato. Gaar kalfsvlees met tonijncreme ertussen. Huisgerookte zalm. Sashimi zalm tonijn. Tom kakai. Oestertjes heb ik er een paar bijgelegd. Die zijn al open, los en omgedraaid en gecontroleerd. Lekker. Vleesje, frietjes, broodje. Nou, heerlijk. Beter kan niet, denk ik. Het ziet er super, super duper uit. Een hele fijne verjaardag. Hey, zwijnen, tante Sjoe. Hi. Hallo. Hallo, lieve. Hallo. Kijk, een kwijle bal. Hey. Echt waar, dit weertje, jongens. Mijn liefde, daar gaat ook gewoon vest. Jawel. Jawel, jawel. Staat er nog leuk op. Dan gaan we spullen pakken en dan gaan we weer zo halen. Ja, Daan werd 30 jaar, is 30 jaar geworden. En in maart. In maart. Oh, en allemaal rood chitanden. Hij is nu weg. Lekker gênant. Goh, nee, Daan is 30 jaar geworden en toen last minute hebben wij een heel leuk huisje geroepen Havenleek. Ja. Dat zit in Kortehoef, dan kan je leuk een boot huren. Docs restaurant zit daar, dus dan kan je een mooi eten organiseren bij het huisje zelf of bij het restaurant. En het was echt, Marie, het was echt vreselijk weer, alleen op de dag zelf was het prachtig. Ja, we hebben, dat is echt het reinigingsgeluk nu als altijd. We kiezen echt altijd mooie dagen uit. Ja. Ik weet niet hoe dat komt. Elk event van ons heeft mooi weer. Die? Ja. Die, wat is dat? Zeg eens mama. Mama. Dus het zijn wel beelden die je al misschien hebt gezien bij Romee. Maar we wilden toch alles wat we leuk. We vonden het zo leuk beeldmateriaal. Dat we dachten, nou, we vinden het wel jammer om dit allemaal niet aan jullie laten zien. Onze kleine Rok heeft waterpokjes, hè Rok? En de bank wordt straks geleverd. Oh my god, die komt hier. Geen idee, het zijn losse elementen, dus we kunnen schuiven hoe we willen. En Rok draagt, zoals je ziet, gezondheid. Het Reiners t-shirtje in maat 2 en het Twins pants in maat 2. Ja, ja.
En ondanks de waterpokjes is hij nog vrolijk zolang hij maar bij mama is. En ik heb hetzelfde eigenlijk aan vandaag, alleen met de beide broek. Zo'n twinning, hè? Ik ga jullie even het proces laten zien van ons appartement. Hè? Gaan we even laten zien? Daar komt de tv van Sony. Die krijgen we ook binnenkort binnen. Vuur sfeerhaard heet voor de vuurhaard. Georganiseerd geregeld. Het is hier allemaal klaar. Morgen wordt de keuken afgemaakt. We hebben gekozen voor de losse elementen grofgestukt te doen, zoals jullie kunnen zien. Dus het aanlegblad en de kasten. En de vloer en de muren zijn al glad. Dit moet worden geleverd. Dit is onze hal geworden. Hoe mooi zijn de kleuren. Badkamer wordt nog afgemaakt. Maar ik heb gisteren de kinderstoel met mama in elkaar gezet. Badkamer wordt morgen afgemaakt. En kijk, ons bed. Hoe leuk is ons bed? Ook grof gestukt. Dus alles wat los is, hebben we grof gestukt. En Rocket is fan van het trappetje. Kom maar. Hij wil nu leren lopen. En dan wil hij aan de hand al het trappetje af. Kijk dan. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Dat kan jij. Goed zo. Goed zo, Rocket. Goed zo. Hand in hand. Woehoe. Kijk. Kijk. Hallo. Oh, hier zit de camera. Hallo. Ja. Dit is onze hand. En dit is onze walk-in closet. Ja, Rukje. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben in jouw kamer. Ik ben in jouw kamer. Mike is met zijn vriend al het zooi aan het opruimen. Dat gaan we dus weggooien. Hoe leuk is deze vaas? Die heb ik gekocht bij een vriendinnetje van mij. Hoe leuk. Ik zal het even een tekje geven. Ja, en nu komt dus de bank. Dus ik cannot wait. Woehoe. Hoe schattig. Dat is zo loopt. Kom maar. Lopen, 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 lopen. Goed zo, liefje. Oké, eerste stuk van de bank is geleverd en ik kan al mijn gezicht zien, echt erkend. Kijk hoe mooi die kleur en hoe mooi die matcht. Oh. Echt waar, no sponsor. Ik heb dit gekocht bij Outlet Factory in de krukjes. Die helpen ons altijd met alles. Hoe mooi is deze ronde vormen. Kijk, nou dit was deel 1. Oeh, so excited. Part 2. Oh jongens, ik ben zo blij. Kijk hoe het helemaal mooi inblend. Oh, I can't. Ik moet het nog goed zetten. Maar de laatste delen, de hoek en de chaiselongen zijn nog onderweg. Beetje de ramen naar beneden gaan, zoals je kunt zien. Het mooi die wolkjes zo, hè? Oké, hoe is mijn appartement? Avec mon amour, Mike. Heb je dat niet gefilmd? Nee. Oké, dan wil je volgende week vlog. Ik zal het in de volgende week nog meer filmen, maar... Eigenlijk is er nog niet heel veel af. Er is wel veel af, maar de tv is nog... Je hebt aankleding nodig. De tv ontbreekt, de stoelen ontbreken, de koffieapparaat, de oven ontbreekt. Veel dingetjes. We moeten nog een beetje beter indelen, want de kastenkast zit al vol. Kastenkast. Ja. De kledingkast zit al vol. Maar ik zou volgende week mee nemen in de vlog. Ja, juist met alles wat je moet kopen, moet volgens mij nog pannen hebben. Ja, bestek pannen, heb je? Bestek, alles voor keuken gerelateerd hebben natuurlijk niet gekocht. Jij begrijpt. Ja, ik ken het. En wat vind ik het mooiste aan ons appartement? Mike, wat vind jij het mooiste? Ja. Nee, ik vind het uitzicht het mooiste, maar goed, dat je ook ergens anders kan hebben. Ik vind voornamelijk de kleur het mooiste. Ja, de kleur is het. Jij terras? Terras? Nou, mooi, daar heb ik niks aan gedaan. Dat was al helemaal waar. En het verlaagde plafond met LED, ben ik heel fan van. En al beton CD. Ja. Wat overigens is gedaan door een designmuur, dus wel even een taakje geven. Ja, maar dat zal je volgende week beter laten zien. Ja, ik zal volgende week alles beter laten zien. En de vloer, ja, eigenlijk ben ik voornamelijk blij dat alles één kleur is. Daar vind ik wel heel knap. Rust, geen En ik vind de bank ook heel mooi. Over het algemeen vind ik alles wel mooi. Oké, maar hoe gaat het nu met Rocket en Livia? Nou, zoals je kan zien, onze vlog zijn chaotisch, maar nu ook nog een beetje. Rocket die kan dus sinds kort een soort van lopen. Dus die is van het eerste jaar heel stil nu opeens naar een boefje. Klein boefje. En Livia die is nog steeds Livia. Ja. Minding her own business. Heel ondernemend lief meisje, maar wel karaktertje. Hè? Heb je honger? Ja. Oké, we moesten even stoppen omdat Rocket honger heeft. Heeft, nog zit, aan de worst zit. En dan kan ik ondertussen wel even de vraagjes over mijn pregnancy. Vertellen. Vragen namelijk over hoe het me gaat. Nou, het gaat goed. Het is wel wat zwaarder omdat je al een kleine baby hebt natuurlijk. Baby, dreumes is het nu. Maar goed, dat is te verwachten. Ik ben nu 7 maandjes. En mijn belly is huge. Ik ben nu al 10 kilo aangekomen. Bij Livia was ik 11 kilo op het einde. Dus ik denk dat dit wel echt een lekkere, zwaardere zwangerschap gaat zijn. Maar op zich ben je wel niet dikker heel dik. Overal. Ja, dat vind ik wel. Wel. Ik vind het meevallen. Maar het gaat helemaal goed. En we kunnen echt niet wachten. We hebben een 3D-echo gedaan. En het is gewoon een mini-Livia.
Ja, het is echt niet dus wij denken echt dat het weer een mini flamantje wordt. Een mini hilo. Of het heeft blauwe ogen en blond haar, dat kan natuurlijk altijd. Maar het wipneusje en die wangetjes en het haar, dat was gewoon precies dit. Ja, ja, als je het naast elkaar had gelegd, was het hilo. Ja, dus we zijn nu juist nog meer benieuwd. De familie gaat naar Parijs. Kleine rok, lekker ingepakt, mijn liefde, staat daar. Mama en Marie gaan ook mee, want we gaan content shooten voor Reinders in Parijs. En toen dacht ik, hoe leuk is het als ik toch een nacht blijf slapen om ook met rok en... met rok en dan te gaan, hè? Huh? Het is nu 8:00 ochtend, hè, Rokje? Normaal zou hij nog slapen, dus ik moet hem wakker maken. Maar goed, we zijn er, hè? Oui, on y va. We gaan naar Parijs. Huh? Bienvenue dans la vie. Beaucoup. Boekoe, zeg maar. Je t'aime, je t'aime. Ah, bisous. We zijn in Parijs. Boekoe. Je bent nu weg. Oh, bonjour. It's raining, ja. Yeah. Bonjour, de la vie. Maybe it stopped later, hè? Woehoe. Wij zijn aangekomen in ons hotel. Als jullie kunnen zien. Onze badkamer. Lekker bad waar we met Rok in kunnen. Mooie wastafel. Rok, het is ook net wakker, hè, liefje? Hallo, hallo. En dan hebben ze helemaal lief een bedje neergezet voor Rok. Een heerlijk knuffeltje gekregen. Lekker kamer, hoor. Dingetjes zijn klaar. En dan hebben we uitzicht over Parijsstad. Even kijken hoor. Marie en ik zijn sets aan het maken voor de allereerste outfit. We dragen dan een vest, t-shirt, sweater, shortje, Balenciaga boot en tassen. Hoe leuk. En nog de sunnies. Die heb jij, hè? Yes. Heb je ook nu bij je? Speciaal voor Rocket. Hoe chic wil het hebben? Hij ziet niet dat het uit het piano komt. Ja, dat ziet hij niet. Die man is ook echt heel leuk mee aan het dansen. Applaus, Rocket! Applaus! Boekoe! Rocket, net. Daar gaat hij. Gaat hij naar Rockford? Naar Clément. Clément. Dat naamwoordje. Nou, Rocket voelt zich al snel overal thuis. Vis in het water. Wij zijn hier lekker onder het genot van een theetje met piano aan het eten. En Mike is daar. Mike ook. Hey Mike! Ik zit onder de indruk. Thank you. Uh-oh. Dit is pistache, dit is een perentaartje en dat is een vanille. Ik zit er ook wel lekker in het eten. Wat een klein stukje. Ja, ik ben blij dat ik nog een dessertje neem. We zitten hier bij Coco Girls. Mama heeft een chicken. Mike ook. Shoffel to the dough. Rob slaapt lekker in shoulder armen. En die slaapt gewoon door. It's incredible, dit kind. En ik heb de baby belly. De bel zit aan. En we zitten hier bij Coco. Hoe leuk is het hier? Kijk, op de mall. So, good morning. Good morning. Het is vandaag 6:30. Mijn biologische klok ging al om 5:30. Aangezien Livia altijd om 6:30 wakker is. Liviaatje is niet mee naar Parijs. Die is met Jijn. Ik ben net lekker met mama in één kamer. Jules, Mike en Rock hebben ook een andere kamer. Ga ik ook even zo filmen. Maar het is echt een enige kamer. Slaap een keer in het Four Seasons. We dachten, dat doen we eens een keer gek. We werden namelijk echt vreselijk weer. Dat is het ook. Toen dachten we, nou dan kunnen we altijd in het hotel foto's maken. En het is echt beeldig. Kijk nou naar die gordijnen. En we slapen ook maar één nachtje. Ik denk als we hier 3 dagen waren geweest, dacht ik echt van hell no. En het is allemaal zo leuk. Met kaartjes, bedankkaartjes, je wordt opgehaald. Het is echt wel een hele leuke service voor een keertje mee te maken. Ik ga zo even beter de kamer voor jullie filmen. Maar hoe leuk is deze coronaluchter. Ik hou echt van het shirtje. Mama is lekker in bad. Ik weeg 70 kilo. Ik stond hier net op de weegschaal. Er zal 8 kilo bij. Dus ik word denk ik wel wat zwaarder als bij Livia. En het is echt vreselijk rot weer. Gisteren hebben we niet gefilmd. Omdat we eigenlijk stress hadden voor... We kwamen hier natuurlijk voor foto's maken voor Reinders. En het was alleen maar regen, regen, regen. Maar alsnog hebben we echt ons best gedaan. Er zijn foto's echt goed gelukt. Tijdens het eten, in het hotel. Vandaag is de planning. Het staat van 8 tot 10 dat het droog is. Gaan we gewoon van 8 tot 10 mega veel shooten. Sets. En dan hopen we, als we in de middag nog in Parijs zijn... Neem je altijd een koffertje mee. Daar doen we eigenlijk altijd onze kledingsets in. En wij kleden ons gewoon om. Maar
niet uit op straat. Boeit ons niet. Kunnen we altijd nog foto's maken, maar we moesten hier 12 uur uitchecken. Dus neem ik gewoon een koffertje mee met leuke sets. Jules is nu lekker in bad met Rock. En ik ga daar zo heen om te make-uppen, mijn haar te krullen. En hou nu op de hoogte. We gaan even naar de Arc de Triomphe nog een foto maken. Dat is hier om de hoek gelukkig. En we gaan nog naar de Eiffeltoren. Daar willen we hele graag een foto nog hebben met Reinders. En ze hebben hier een onwijs mooie ontbijtzaal met al die kroonluchters. Dus daar gaan we sowieso ook een ontbijtfoto maken. En Belle is natuurlijk bijna jarig. En hier zit een hele grote Disney store. Dus we hopen een Disney prinses Belle te vinden voor haar jurk. En dit is mijn baby Belly. Dus tot zo, girls. Ik loop nu naar Jules en Mike kamer. Helemaal in fashion in de Four Seasons bedrobe. Ik ga nog een beetje zacht, het is een beetje vroeg. Oh, leuk. Ik ga die gang filmen. Nog enig. Good morning. Mama niet zijn altijd de weg kwijt. Tada. Ready for another shoot day. Goedemorgen! Bonjour! Bonjour! Ben je lekker in badje geweest, lieve schat? Goedemorgen, Marjo! Batman! Batman! Oh, jaag maar! Wij gaan nu onderweg. Wij zijn nu onderweg naar het breakfast. We hebben allebei twee setjes aan om een leuke foto te maken. Kijk nou, de binnentuin. Hoe enig is dit, jongens? We gaan naar de orangerie. Hij heeft overal deze geweldige bloemen. Ik heb echt nog nooit zoiets moois gezien. De chandeliers. Nou, dit is gewoon even een leuk ontbijtzaaltje of het niks is. Het breakfast is served. Lekker fruitjes. Oh, daar heb ik echt zin in, fruitjes. Kom maar naar Robbie toe. Rook, heb je een mooi slappertje van Four Seasons om? Ja, ik had natuurlijk niks mee. Cornflakes moet ik altijd op papa denken. Je neemt dat uit, cornflakes. Ja, dit ziet er goed uit hoor, jongens. Heerlijk brood. Lekker. Wij zijn onderweg naar 228 Rue de Paris. Universiteit. Voor een leuke foto te maken. Voor een tas te maken. De Eiffeltoren zit helemaal onder de constructie. Houten planken. Dat was helemaal niks. Jij bij de Trocaderoplijn. Dat is vreselijk. En Mike is met de baby, Rock, eventjes in de hotelkamer. We zijn nu een uurtje shooten en dan weer snel terug. Want het... Gaat het regenen om 10 uur? Regen om 10 uur. We maar een uurtje de tijd om foto's te maken. En het sneeuwt in Nederland. Cool, ook leuk. We moeten vandaan met de trein terug naar huis. Goed bezig. Heb jij nog weer plas, Marie? Ja. Hoe wij omkleden in Parijs? Nou, gewoon in de taxi. Lekker heel charmant. Mama is altijd vliegende kiep. We hebben net bij de Eiffeltoren foto's gemaakt. En we gaan nu weer naar de next location. We zijn echt super aan het haasten. Want het gaat zo keihard regenen. Nou, 8 tot 10 hadden we de tijd. It's raining outside. We hebben echt als een malle doorgewerkt. En het is wel gelukt. Maar het is wel heel jammer dit weer. Maar goed. We hebben er best van gemaakt. Er komen heel veel leuke foto's aan. Meer dan je best kan je ook niet doen. Ik ben naar een kit geweest. Heb ik ook nog een hele leuke foto met mijn outfit gemaakt vandaag. Dus we proberen maar het beste van te maken. We gaan nu even leuk winkelen. Voor de nieuwe baby onder andere. Maar ook voor onszelf. We moeten over een paar uurtjes alweer terug bij het slijntjesvol zijn. Dus het is echt wel weer. Kijk nou die wind ook. We zijn allemaal met de plekjes. Nou, dit had geen betere Uber auto kunnen zijn. Een burger car. Wat een. We zijn met de Thalys naar Parijs gegaan, vroeg in de ochtend. Rock was wel mee en Lilo niet. Nee, Livia niet. Want ik geef nog steeds borstvoeding. Dus is het heel lastig om hem naar bed te brengen zonder mij. Dus eigenlijk had ik geen keuze, maar ik vond het ook super leuk dat Mike en Rock meegingen. Want we hebben wel heel veel geshoot, maar ook wel gewoon lekker gewandeld en op tussendoor leuk geluncht en lekker uit eten geweest. Want we sliepen bij Four Seasons. Ja, we dachten, we doen een keer gek. Na 3 jaar tijd geen business trips, dachten we gaan een keer gek doen. En het was ook een hele dag regen. Hele dag regen, dus we dachten, stel we kunnen buiten geen foto's maken, kunnen we altijd nog in het hotel. Ja, dan hebben we sowieso een van de mooiste hotels van Parijs waar je altijd gewoon content kan schieten. En toevallig waren ook die hotelfonds tot nu toe het meest gelijk. Dus we hebben het helemaal goed bedacht. Ja, en Rocket vond het hotel geweldig. Want overal waar hij binnenkwam, hij zei bonjour Rocket. En er werd piano voor hem gespeeld. En er werd natuurlijk geserveerd als het een koning was. Dus hij vond het lifestyle helemaal leuk. Jammer genoeg heeft hij dat thuis natuurlijk niet. Mama was ook gezellig mee. En toen zijn we nog uit eten geweest bij Coco. We zijn wel lekker op tijd geweest, want Rock natuurlijk mee was. Het was ook heel leuk en ja, Parijs is... Wat doet een paard? Wat doet een paard? Nou, doe nou.
Wat doet een paard? Nee. Nou, het is heel chaotisch zo, lekker. En Parijs is toch echt wel mijn lievelingsstad. Ja, maar ik ga nog wel een keer terug, want we waren maar één nachtje. En het is echt 3:20 met Thalys. Je bent er zo. Het slaat helemaal nergens op. Als je van tevoren boekt. Geen spon. Is zijn die tickets ook hartstikke goedkoop. Ja, het is echt superleuk. Ja, ik snap niet waarvoor mensen nog met de auto naar Parijs gaan. Nee, helemaal. Nu het alle kosten van de benzine omhoog zijn. Het was echt een geslaagde worktrip. Vertel even over onze rol in Celebrity Apprentice. Woo! Ja, it's live, Celebrity Apprentice. It's live. Ik was daar nog anderhalve maand zwanger van Livia. Dus niemand wist dat. Nee, niemand wist dat. Yeah. Dus ik kon daar, ben nog helemaal lekker slank. Als ik dan was teruggesteld terug, denk ik, oh ja. Het is in november opgenomen. Voor ons wel echt even een tijdje geleden. Ja, we hebben het een hele maand laten filmen. We hebben dit niet vastgelegd, want we mochten toen een tijd niks filmen. Nee. Maar het is dus elke vrijdag te zien op Videoland. Aflevering 3 staat nu online, dus check it out. En wij zijn echt super trots. We zijn de adviseurs van Michel Peridon. Het is een heel leuk ondernemend programma met heel veel leuke andere bekende mensen. We hebben alle mensen heel goed leren kennen en ook anders leren kennen. Die we nog niet kenden, is ook echt leuk dat je die weer ontmoet. Dus het was echt een hele leuke ervaring. Ook heel leuk om terug te kijken, want wij hadden zelf nog helemaal niks gezien. Dus ik vond het onwijs spannend. To all the moms out there. Dat vind je mee, denk ik. Ja, ik kan deze kleine neerzetten. Dan maar in mijn hand. Het gezicht maar schoonmaken. Dit doe ik overigens met de Clay Glow Cleanser. Onze korting Rijns 15 is nog steeds geldig. En dit prikt niet. Ik kan gewoon heerlijk je make-up eraf halen. Als velen van mij weten, doe ik dit nooit 's avonds. Maar wel altijd in de ochtend. En dan doe ik het eigenlijk altijd op een washandje of zo. Doekjes vind ik heel irritant. Prikken bij mij. Nou, Rock, vertel eens wat we vandaag gaan doen. Wij gaan voorbereidingen voor Marie de baby shower doen. En Jaime. Alles is in thema nude, dus van ons huis. Hoe leuk. En ik moet Rock het ook nog even aankleden. Daarna gebruik ik de moisturizer voor de vragen die gaan komen. Heerlijk. Rocket vindt ook altijd heerlijk. Zo. Rocket is een beeldje moe, zoals je kan zien. Gisteren voor het eerst geprobeerd in zijn eigen bedje. Was geen succes. Daardoor heeft hij heel veel gehuild. En wilde hij weer bij mama liggen. Kleine stuiterd. Zeg eens mama. Mama. Nee. Oké, nou. Ik denk dat ik vandaag even geen make-upje op doe. We zijn nu in de woonkamer. / keuken. Zoals jullie kunnen zien is er nog niet dit nog af worden gemaakt. Hier komen nog onze dining chairs, die overigens heel te laat binnen zijn. Maar goed, achter mij zie je de bank. Hier komt nog een pof, zodat die mooi rond loopt. Dus hier heeft een tafeltje erbij gezet. TV komt nog. Maar voor de rest houdt het heel clean, alleen maar al mijn kunst komt nog aan de muur. Hè, ook papa's kunst. Voor de rest hebben we alles in het nude gekocht, dus Rocket's pyjama, mijn pyjama. Everything is nude. Hè? Hè, liefde? En dan hebben we die bank zo neergezet dat we lekker naar het uitzicht kunnen kijken. Maar ook lekker naar de tv, zo, in de lounge. En daar naar de keuken, als iemand van ons gaat koken. Wat niet zo vaak gebeurt. Oh, heb je koekjes? Heb je gewoon net je koekjes alvast in één hand? Of mama ook? Lekker zeg. Nee, is voor Rocket. Neem maar een hapje. Neem maar een hapje. Hij drinkt. Hij drinkt om te eten. Oh, lekker. Nom. Ik kan niet zeggen dat ik het niet lekker vind, want anders gaat hij het natuurlijk niet meer eten. Nom. Nou, de afgelopen weken zijn we nog heel druk bezig geweest met onze modeshow. Ja. Onze fashion dinnershow, wat jullie ook volgende week in de vlog zullen zien. Verhuizing van jullie voornamelijk. Het heeft heel veel tijd in beslag genomen natuurlijk. Het organiseren van de modeshow, sets maken. Dat doen we allemaal ook wel zelf. We hebben ook wel met heel veel ons team heel veel gedaan hoor. En nu zijn we heel druk met Reinders. Sowieso in het algemeen is het weer nu lekker normaal. Alle winkels zijn weer open. Dus daar ben je ook eigenlijk continu mee bezig. Lekker booming. Nieuwe collectie, fotoshoots. En onze simpelstil wat 2 mei begint tot 6 mei. 5 mei. 5 mei, sorry. Wij zijn er tot 6 mei. We moeten alles opruimen. En afbouwen. Met ons team. Maar 2 mei is de startdatum. Gratis entree in Zandvoort. In de sportlocatie dat we altijd hebben. Het wordt amazing. Omdat het dus 2 jaar niet is geweest. Zal zomer en winter zowel en we hebben heel veel leuke samples. En die doorschijn is productie. Dus je kan wel begrijpen dat het echt de moeite waard is. We zijn er gewoon elke dag zelf ook aanwezig Marie minder. Marie stuur ik wel vaak naar huis. Die is natuurlijk ook zwanger. Dus die ga ik niet heel veel op de samples laten. Maar als jullie het leuk vinden. Ik ben er wel elke dag. Dus we hebben echt onwijs veel zin in en we zullen jullie meenemen in onze aankomende vlogs weer. Veel voorbereiding voor de sample sales. Jules laat haar huis zien. Ik laat onder andere natuurlijk de baby shower zien. Onze fashion show komt volgende week voorbij. Heel veel leuke nieuwe content. Zo, keep updated en nog steeds love Reinders en dank jullie wel voor alles beeld. En voor dit rommelige dagboekzittingje. Maar ja, het wordt er ook bij. Anders konden we weer geen vlog uploaden. En we dachten, nou nu moet het echt doen. Want anders gaat het nergens meer over. Nee, ja? Het gaat nergens meer over. Dus vandaar eventjes zo.